dit doe ik dus voor elke man die ik tegenkom. Alleen niemand die met me wil tongen. Hoe komt dat, dokter? Het is toch de droom van elke vent dat een dame bewusteloos voor hem klaar ligt? Net als in sprookjes. Zou je hier nee tegen zeggen? Nee. Ja, ik zou daar nee tegen zeggen. Kan je alsjeblieft je benen heel eventjes... Dit is te veel, oké? Wat voor psycholoog ben jij? Met Geke van de GGZ, zegt u het maar. Ja, bent u al naar de huisarts geweest? Ja, maar ik heb dan... Wacht even. Ik heb dan een tweede doorverwijzing nodig. Die is dan niet meer geldig. Hi. Hey. Wat kom jij hier doen? Ik kom voor hulp. Nou, welkom in de wachtkamer. Waar wij heel lang moeten wachten. En daar trek je je nummertje. Ja, de behandeling is dus volledig gratis. Na uw eigen risico natuurlijk. En dan heeft u maximaal 5 sessies. Wij wachten al eeuwen totdat dat lampje daar uitgaat. En ik moet gewoon zo snel mogelijk met een psycholoog praten. Wacht even. Anna, iedereen wil praten met een psycholoog. Daar komt de hulp aan, goed? Wacht even. Sorry, mevrouw, wilt u alsjeblieft niet schreeuwen? Ik heb gewoon echt... Ik zweer het. Als jij nog één keer wacht even zegt, dan trek ik jou met headset en al over die fucking balie heen. Jij. Jij kwam hier toch voor hulp? Te bieden? Inderdaad, er is tegen mij gezegd dat er vandaag een extra psycholoog zou komen. Hoe kan ik dat nou vergeten? Even zien hoor. Excuses. Wacht even. Hier, Hendrik. Hier is uw naamkaartje, alstublieft, meneer. En dan moet ik hier... Ja, hier zijn de dossiers van de patiënt. Kijk, als... Nou, Anna, meer hulp. Ben je nu blij? Hendrik, tuurlijk. Jongens, er is meer hulp. Zin in? Brada! Je gaat ons helpen, mijn broer! Alright, Flora, Noah, Gulam, Dolores... Wie heeft het eerste nummertje? Volgens mij ben ik... Ik eerst! Oké, okay. Hey, doe er alsjeblieft niet zo lang over als die ander. Oké? Okay? Ja. Cool. Wat voor psycholoog ben jij? Luister, technisch gezien ben ik... Heel goed in je werk. Ik ben enorm geholpen. Misschien heb ik zelfs een keer nuchter seks. Dank je wel. Hallo, kan het kloppen dat ik eigenlijk als... Ik zeg nu alvast. Ik ga niet praten. Het is zover. Het is zover, Anna. Eindelijk worden we geholpen. En dan ook nog door zo'n jonge psycholoog. Best een gekke naam, hè, voor zo'n jonge gast. Wie de fuck noemt zijn kind nou Hendrik? Mijn broertje heet Hendrik. Hendrik is echt een lijpe naam. Ik ga mijn zoon ook Hendrik noemen. Er is iets met die gast. Misschien is hij gay. Ja. Dat zou een hele hoop schelen. Meestal willen psychologen met me daten. Deze gast is sowieso niet gay. Ik zie dat meteen. Oh ja? Hoe dan? Gewoon. Hoe die naar jou keek toen hij binnenkwam. Hij checkte meteen je bil. Welke bil? Hij keek meteen naar je mooie ogen. Hij is hetero, 100 miljoen %. Weet je daar je plek voor in de rij? Deal. Oké. Okay. Alright. Operatie Expose the Psych is begonnen. Dam, 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 dam. Leuk.
Dam, 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 dam. Dam, 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 dam. En dat is dus waarom ik op de PVV stem. Snap je? Hendrik, my brother. Als ik wat symptomen gooi, gooi jij dan professionele diagnoses die daarbij horen? En hoe sta jij tegenover het daten van patiënten? Heb je dan nog een voorkeur of? Ja, ah, sorry. Sorry, ik moet even naar het toilet. Ik had nog even geen tijd om te gaan. Dus als jullie hier gewoon blijven, dan... Ja, maar ik wil wat... Dit was echt een fantastische behandeling. Echt? Kijk nou. Helemaal genezen. Cool. Nou... Oké, ik moet iets bekennen. Jij! Ik ben geen psycholoog. Wat? Ik ben niet Hendrik, ik ben Timor. Het was eerst alleen op feestjes, de paniek, en toen in de les. En uiteindelijk zelfs in het openbaar vervoer, in de trein. Terwijl ik al mijn hele leven een treinconducteur wil worden. Oh ja, sommige mensen willen DJ worden, sommige mensen willen treinconducteur worden. Ja. Ik heb het overal eigenlijk. En nu zelfs als iemand gewoon wat aan mij vraagt. Ik schiet meteen in de stress. Sorry. Ik heb een paniekstoornis. Ik kan helemaal niemand helpen hier. Nou, ik vond je een geweldige psycholoog. Top. Kunnen we weer wachten. Dit was heel moedig van je. Dus... Als je Geke je verwijsbrief geeft, dan kun je ook een nummertje trekken. Hm. Ja? Nummertje, 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 nummertje. Het lijkt erop dat je hem nu wel kan daten. Hey.